Barcelona staat bekend om haar jeugdopleiding, La Masia. Maar wat als de volledige selectie alleen mag bestaan uit spelers die hier zijn opgeleid? Frenkie, Lewandowski, Pedri, allemaal kunnen ze op zoek naar een nieuwe club. Ons doel is de Champions League winnen. We beginnen op het tweede niveau van Spanje. Elk seizoen mogen we 3 spelers kopen die vroeger in La Masia hebben gespeeld. Soldaten, het is tijd voor onze eerste aankopen. We hebben Arnau Martinez, 19 jaar, speelt bij de buren van Girona en lijkt me een goede rechtsback. Daarnaast Gerard Deulofeu, komt ook uit natuurlijk La Masia, maar nu speelt hij in de Serie A, is een snelle aanvaller. We hebben momenteel echt te weinig aanvallers. Mark Bartra, ja, van Trabzonspor, niet een hele denderende aankoop, maar weer 81 algemeen. We hebben nu, nou, volgens mij iemand die 61 is, centraal achterin, dus ja, dit is wel iets beter. Het grootste probleem voor nu zal de breedte van de selectie zijn, want als je hier omlaag gaat, we hebben nog een paar reservespelers, maar bij een blessuregeval ergens, moeten we dus al dit soort jongens gaan spelen en die zijn niet heel goed. Het doel uiteraard promoveren naar het hoogste niveau in Spanje en als het even kan, willen wij de titel pakken in La Liga 2. Doorgesimuleerd naar 1 januari en ik zie dat het bestuur een duim omlaag doet. De status is zwak, dat klinkt niet heel positief. Mocht trainer Xavi ontslagen worden, dan houdt de video op. Dus het bestuur moeten we enigszins tevreden houden. Hoeveelste staan we in La Liga 2 derde? Nou, 2 punten achter Eibar. En 3 keer raden. Tegen wie wij nu aan gaan treden uit bij Eibar. Zo. We krijgen een shot uit een film, lijkt wel, van Xavi. Ja, nee, de druk staat erop. Ik heb er zin in. Ja, Eibar Barça. Vamos. En we beginnen uitstekend. Zo, wat een pas van Sergi Roberto. Ziet goed uit. Gavi. Nog een pas. En Ansu Fati, de eerste goal. Dan aan de andere kant. Nee, wat is dit? Collado. Laat het gewoon gebeuren. En de keeper Iñaki Peña krijgt zijn hand er niet achter. Nou. Jezus, kan hem zo tegenhouden, maar dan mist hij in één keer de bal. Nou ja, maar op het verlanglijstje staat vanaf nu een nieuwe doelman. Hier komt Collado. Even wachten, meegeven Ansu Fati. Oh, wat is dit? Waarom raakt hij hem zo raar? Goeie bal, hier komt Deulofeu. Voor de 2, wil ik zeggen, maar moet ik toch nog even warm draaien aan de controller? Wat is het vandaag? Zo eindigt het hier in 1-1. We hadden er meer uit kunnen halen. Vervolgens simuleren we door naar de laatste wedstrijd van het seizoen. 2-2 spelen we tegen FC Andorra. En zijn we dan kampioen. We gaan nu kijken. Oh, het bestuur is helemaal niet tevreden. Zie ik linksboven. Kritisch. Maar we zijn wel kampioen geworden. Kijk, huidige positie 1. En de stand bevestigt dat. 94 punten. Ja, dan weet ik niet waarom de hoge bazen bij ons zeggen dat het allemaal niet goed is. Want Eibar 2, Barcelona 1. Topscorer van La Liga 2 is Deulofeu geworden. 32 goals. Ook Gavi, de Starboy. 22 doelpunten. Oh. Ansu Fati maar 5. Ook 16 wedstrijden gespeeld. Dus die zal geblesseerd zijn geweest. Gok ik zo. Het bestuur krijgt steeds minder vertrouwen in jou als leidinggevende van de club. Ja, maar we zijn eerste geworden, jongens. Dus hoe kan dit? Xavi kijkt ook een beetje somber. Ja, we gaan het meemaken nu. Mogen we door? U verdient nog een kans. Dankjewel, directie. Oké. De aankopen voor seizoen 2. En we starten met Ricky Puig. Hij komt van LA Galaxy en zijn algemeen maar 77. Alleen voor op de bank gewoon een prima optie. En dan deze man, André Onana van Inter. 84 algemeen. Die Iñaki Peña die we hadden, ja, was gewoon niet goed genoeg. Maar er is nog een derde speler die wij mee gaan nemen. Hij is wereldkampioen en hij is bovenal terug bij Barcelona. Leo Messi, dames en heren. Oké, dit is dan het team waarmee we gaan proberen om bij de eerste 6 te eindigen in La Liga. Want dan spelen we in seizoen 3 sowieso Europees. Nico heeft de plek van Busquets ingenomen die nog 30 snelheid heeft. Dat gaat toch snel achteruit. En nu, oh, 6e. Ja, is toch jammer. Maar we gaan spelen tegen het team dat boven ons staat, Villarreal. En we zijn los. Verliezen is geen optie. Oh, Deulofeu al meteen. Mag gewoon doorlopen. Deulofeu 1-0. Ja, binnen 5 minuten. Het was een felle strijd.
Ja, geel voor Jordi Alba. Zijn directe tegenstander heeft zijn nek gebroken. Jezus zeg. Op zoek naar het schot. De Lofeu uit de tweede lijn met een goal zeg. Weer hij. Niemand zet echt druk. De man van het moment, De Lofeu, vindt Ansu Fati. Die is sneller zou je zeggen. Ansu Fati mag doorlopen. Ansu Fati. Het is gewoon 3-0. Wat een wedstrijd zeg. Nog één klein kansje misschien. En Onana. Deze hele wedstrijd heeft bij Villarreal niks gelopen. Dan staan er op het eind van dit seizoen nog een paar wedstrijden. Als eerste Sevilla. Winnen we 3-1. Atletico, alsjeblieft 3 punten. Oh, gelijk. 2-2. Dus, met nog de laatste wedstrijd voor de boeg. Wat is de stand? Vijfde plaats, 2 punten achter Betis. Betis, Valencia. En Valencia staat 7e. Die moeten ook winnen. Collado scoort de winnende De Lofeu. Had ook zijn doelpunt meegenomen. Kunnen we de Champions League in? Nee. Real Betis, 2 punten boven Barça. Het is niet het einde van de wereld. We gaan gewoon Europa League spelen. De meeste goals kwamen van, hoe kan het ook anders, Leo Messi. 18 keer trof de Argentijn het net. En nou, De Lofeu deed dat ook. Gavi 11 goals. En Ansu Fati blijft een beetje blessure leed houden. In het echt is dat ook zo geweest. Nu kun je tegenwoordig in de Europa League zeker wel topteams tegenkomen. Voor dat soort wedstrijden heb je een beetje ervaring nodig. Dus gaan we Thiago Alcantara kopen van Liverpool. Om ook voorin een beetje af te kunnen wisselen, halen we Rodrigo Sanchez. Kortweg Rodri. Hij is 24 jaar, 80 algemeen, kan nog een beetje doorgroeien. En dan tot slot Alejandro Grimaldo. 28 jaar, 84 algemeen. Het is een linksback, die moesten we hebben. Want Jordi Alba bereikt bijna de pensioengerechtigde leeftijd. En daarmee komen we uit bij dit team voor seizoen 3. Laten we proberen de Europa League hiermee te winnen. En ook meedoen om de titel in Spanje. Wat ik even bij wil houden is of Gavi misschien wel in de buurt gaat komen van een Ballon d'Or. Hij zou genomineerd kunnen worden voor beste speler van de wereld. Onze Europa League pool. Oh, bij FC Twente, Freiburg en Apoel. Daar gaan we de kraker. Twente tegen Barcelona in Enschede. Wordt het 2-2. Zo, Messi scoort en Ansu Fati ook. Ja, eerste geworden, 2 keer gelijk. En ook Twente laatste, dat is niet helemaal volgens plan gegaan daar. De Ballon d'Or is een Real Madrid feestje geworden, zo lijkt het. Vinicius, Martinez, Valverde en dan ook nog Haaland van City genomineerd. We staan tweede in La Liga, zie ik nu 5 punten achter Real, die pas 1 keer verloren hebben. En 1 punt boven Atleti. Volgende wedstrijd is een klassico. Opeens staat de GOAT vrij. Mag dit door? Dit mag door Messi. Nou, kom maar op. 1-1. Is hij snel genoeg? Messi al onderkant lat. En een tweede kans via Courtois over. Ho, ja, hij weet het zelf ook, Messi. En Xavi, die nou, blijft heel rustig. En als je zelf de kansen niet afmaakt... Goeie hakbal zeg. Het is 1-0. Vinicius maakt het af. Ja, nu kan hij in één keer doorlopen. Ansu Fati op weg naar de 1-1 misschien wel. Ja, come on. El Clasico staat gelijk. Eén laatste aanval. Nee, dit kan niet waar zijn. Hier is Real nog. Onana stopt hem. En het wordt 1-1 in Santiago Bernabeu. Toch raken we flink achterop bij de Koninklijke. 9 punten achter op Real Madrid. Maar we gaan eigenlijk hoogstwaarschijnlijk de top 4 vasthouden. En dus volgend jaar Champions League spelen. Nu moeten wij in de Europa League kwartfinale tegen Real Betis. Vorige ronde wonnen we met 2-1 over 2 wedstrijden van Fiorentina uit de Serie A. Thuis tegen Betis 4-0 gewonnen. Wow. Ja, nou... Dan kunnen we zo over de uitwedstrijd heen simuleren. Dat wordt nog 0-3. Zo. Wij hebben de halve finale van de Europa League. Krijgen we dan echt een grote tegenstander? Benfica is het. Thuis wordt het 0-2. Benfica wint in Camp Nou. Kunnen we hier nog wegkomen? Nee, we liggen eruit. Malen en Messi. Ja, dat is een behoorlijke verrassing. Barcelona gaat naar huis. En geen Europa League titel dus voor ons. Alleen als we alle wedstrijden zouden winnen, kunnen we de titel nog pakken. Uit bij Real Betis winnen we. De Stadsderby tegen Espanyol. 5-1. Getafe alsjeblieft uit. Winnen we die ook? 0-3. Het kan nog. Wat heeft Real Madrid gedaan in diezelfde paar weken? Oh nee. Ja, nou. De stand is 3 punten meer voor Real. De laatste wedstrijd is in Madrid. Op bezoek bij Rayo Vallecano wordt het 2-2. We hadden het toch niet meer kunnen halen. Nou goed, de eindstand. We zijn tweede geworden. 3 punten achter Real Madrid. Wow, De Lofeu is 88 algemeen. 31 goals en 10 assists. Messi ook gewoon weer 22 goals. Hij is bijna 38.
Kijk, in de Champions League heb jij sterren nodig. Je moet spelers hebben die weten wat het is om te presteren hier zo. En wat is dit? Dit is het hoogste niveau. Dani Olmo, die kan hier zitten. 87 algemeen. Vervolgens Xavi Simons. 22 jaar oud. 83 algemeen hier. En natuurlijk een van de grootste Nederlandse talenten op het moment. Een middenveld met Gavi en Xavi. Daar droom je van. Als laatste Marc Cucurella met een 84 algemeen. Wat ja, ook keurig is. 26 van Chelsea. De ontmoeting tussen Xavi en Xavi. Dit is die Spider-Man meme dat ze zo staan naar elkaar. Cucurella als een CVM. Maar dat schijnt hij geen probleem te vinden. Daardoor gaat Nico centraal achterin. Messi 85 algemeen. Schieten, pasen, dribbelen. Nog steeds gewoon goed. Met Xavi Simons. Hij heeft 93 snelheid. Misschien ga ik hem wel proberen een buitenspeler te maken. Want de ontwikkeling van Ansu Fati loopt ook niet helemaal geweldig. Wie net zo goed niet geweldig kan lopen is Sergio Busquets. Wat is zijn snelheid? Oh, wat? 3? Oh, oké, okay, ja. Maar hoe oud is hij dan? Hij is 36 en kan gewoon niet meer lopen. In de Champions League een vrij matige pool. Marseille, Gladbach en Bode Glimt. Dus ja, als je hier geen eerste meer wordt met al die aankopen. Uit in het Stad Velodroom. 2-1 gewonnen. En dan resteert nog de makkelijkste wedstrijd. Zou je op voorhand zeggen thuis tegen Bode Glimt. 1-3 verloren. Hè, wat is dit nou weer? Ondanks dat verlies nog zijn we eerste geworden. 2 punten boven Gladbach en 3 boven Marseille. Nu, de laatste 16 tegen Bayern München. Oh, de tegenstander waar Barça maar niet van lijkt te kunnen winnen. En nog steeds geen Gavi bij de Ballon d'Or. We zien Valverde, Vinicius, Vlahovic en Mbappé genomineerd zijn. Hoeveelste staan we in La Liga? Tweede. 2 punten achter op Atleti. En evenveel punten als Real. 1 punt meer dan Valencia. Hier is het ook spannend. Villarreal tegen Barcelona. Halve finale Supercup. 1-5. Wow. Het is een beetje een Mickey Mouse Cup. Zeggen ze dan als je hem verliest. Maar als je hem wint, dan krijg je het argument van een prijs is een prijs. Valencia wacht in de finale. Messi is een beetje moe. Maar we hebben hem wel gewoon nodig. Dus hier gaan we. Valencia-Barça voor een prijs. 1-3 in de verlenging. Wie weet pakken we wel de Supercup. En daarnaast ook beker, competitie en Champions League. Het zou kunnen. Barcelona heeft het ooit al een keer eerder gedaan. Dus gaan we door in deze beker 2-3. Het is krap. Deulofeu in minuut 87. En hij scoort een hat-trick zelfs. Wow, die man is echt on fire. Deulofeu is 9 tegen algemeen. Oh, het is zover. Haha. Busquets, 1 snelheid. Wow. Wat is het ouderwets spannend bovenaan La Liga. Met zowel Barça als Real op 50 punten. Weer een bekerwedstrijd. Deze keer tegen Rayo Vallecano kunnen we weer winnen. Ja, 1-0. Oh, dit was al de halve finale schijnbaar. En die gaat over 2 wedstrijden. We winnen met 5-1 bij Real Sociedad. 3-1 van Rayo Vallecano. En zo zie je, in februari tot nu toe 6 wedstrijden gespeeld, alle 6 gewonnen. Maar dat waren tegen teams die, nou ja goed, iets minder zijn dan Bayern. Je ziet ook dat zij niet stil hebben gezeten. Osimhen naast Mané. Bruno Fernandes staat daar, Paqueta. Dani Olmo, 88 algemeen. Grimaldo, Balde, Onana, allemaal 87. Maar is het voldoende voor een resultaat? Ja, 2-1 verloren. Messi scoort in München. Maar eerst nog Rayo Vallecano uit in de halve finale. Copa del Rey. Dit zou toch moeten lukken? Of gebeurt er iets heel raars? Nee, nee. Wij staan in de finale van de Copa del Rey tegen Real Betis. Mooie wedstrijd voor opnieuw een beker. Maar nu eerst, terwijl ik zie dat het bestuur eindelijk een keertje tevreden is met Xavi. Barcelona tegen Bayern München. Oh nee, Deulofeu heeft te veel gele kaarten gepakt. En hij kan dus niet meedoen. Het moment van Xavi Simons om op te staan en te laten zien aan alle fans van Barça, de coulés, dat hij er toe doet. De camera's gericht op Leo Messi als hij de bus uitstapt. Bayern was heel slordig aan de bal. Slechte inspelpaas. Xavi Simons nu, die kan hem meegeven. Hier is de kans voor Messi. Pas. Doelpunt Ansu Fati. 1-0. Het perfecte begin. Weer gaat het fout aan Duitse kant. Paniek bij Bayern München. Messi. En Xavi Simons. Oh, de lat. Hoe verzin je het? Ruimte voor Alphonso Davies. En de hakbal. Het is raak. Mané. Dat is Bayern. Dodelijk effectief. Weet ook Xavi. Ja, Mané doet even leuk. Prima. Maar we zullen zien wie het laatst lacht. Meegeven. Hier komt Messi. Oh, daar stegen. Nu. Ja. Hier is Gavi. Ja, 2-1 Barcelona. Gavi, de man. Ja. Hij laat het ook zien. Bal wordt erin geslingerd. Cucurella.
Niet voldoende, maar een slappe kopbal. We gaan verlengen hier. En wanneer valt dan die derde goal? Oh, nu. Xavi Simons. 3-1 voor Barcelona. Xavi Simons doet het. Geen risico's meer nemen nu. Messi, goede bal. Ansu Fati nog een keer. Het is gedaan. Het is afgelopen. Geweldige goal van Ansu Fati. Ja, een moment om vast te leggen. Weten ook deze coulees. Barça 4, Bayern 1. Onze volgende tegenstander Atletico Madrid in de Champions League. Eerst in het Metropolitano. Wat wordt het hier? Kom op. 3-1. Oh, oh, oh. Jongens, deze doet wel pijn hoor. Want nu moeten we echt een hele serieuze comeback gaan maken. Barcelona, Atletico. Kom nou. Tijd voor een remontada. Lekkere bal van Ansu Fati. Grimaldo mag doorlopen. Voorzet. En al een kans. Gavi. Het is 1-0 voor Barcelona. Na 8 minuten. Dit meen je niet. Rood voor Eric Garcia. Natuurlijk een stomme actie van mij. Maar kunnen we niet zeggen dat de centrale verdediger gewoon uitgleed door het natte veld. En daar komt de kans Onana niet. Gelijkmaker Atletico. Je wist dat dit zou gaan gebeuren. Haalt hij dat? Oh, een fout. Deluveo moet erin. Deluveo, ja. 2-1. 1 goal nog. Binnen 10 minuten. Het kan. Nee, hij fluit af. We winnen. Maar toch verliezen we over 2 wedstrijden. Dan nu de bekerfinale tegen Real Betis. Wat wordt het? 0-2. 2 keer Deluveo. Zijn dubbelslag is genoeg. Voor weer een prijs. Dit meen je niet. De laatste wedstrijd, zie ik nu, is tegen Real Madrid in Camp Nou. En de stand van La Liga is nu dit. Nog altijd. 76 voor ons. En 76 voor Real. We gaan meekijken. In de maand mei winnen we uit bij Levante. Tegen Betis winnen we ook. Atletico dan verliezen we 3-1. Uit bij Osasuna 3-0 gewonnen. Hoe ziet de stand eruit? We staan eerste. 2 punten voor op Real. Dus zolang we niet verliezen thuis tegen Los Merengues zijn wij kampioen van Spanje. Voor het eerst in jaren. Alles onder controle tot Vinicius dit deed. Daar is Real. En wat een goal zeg. Vinicius 1-0. Een wippertje richting Messi. Die neemt hem aan Messi. Kom door. Lastig hoek, Leo. Messi scoort. De goud doet het. Eindelijk scoort hij een keer. Messi. Messi. En we pakken meteen door. Ja, Deluveo heeft het al gezien. Hier gaat Grimaldo. Grimaldo voorzet en geen Messi, maar wel. Balde legt klaar met rechts. Maar scoort met zijn favoriete linkerbeen. Maar Real geeft nooit op. Valverde voorzet en Lautaro door de benen heen van Onana. 2-2. Hier is Vinicius, Onana. Heel belangrijk. Oh, wat een redding zeg. De allerlaatste keer dat Real kan scoren en de titel kan pakken. Onana heeft hem. Het is klaar. Ja, de fans springen op van de stoel. Barcelona, beste club van Spanje. Hey, Barcelona, kampioen. De beker is bijna groter dan Messi zelf. Hier heb je hem, de eindstand. 2 punten boven Real. Weer een topseizoen van Deluveo. 34 goals en 14 assists. Messi is bijna 39. 21 goals en 13 assists. Gavi ook gewoon als middenvelder. Bijna 20 goals, 92 algemeen. De competitie, Supercup en beker allemaal gewonnen. Alleen die Champions League, ja, die mist nog. Ook in dat laatste seizoen mogen we nog 3 spelers gaan kopen. En het zijn voornamelijk jongens voor de breedte van de selectie. We hebben Rafa Mir, een wat grote, sterke Spaanse spits. 29 is die al. Nou, vrij veel ervaring dus. 82 algemeen. Dan de Japanner, Takefusa Kubo. Real Sociedad speelt al jarenlang in La Liga. En hij kan eigenlijk ook op heel veel posities voorin. En linksback Juan Miranda, die in het echt bij Betis speelt. 83 algemeen, 26 jaar, kan dus nog groeien. Zo gaan we een poging doen om de beste van Europa te worden. Met hier als nieuwe aanvoerder Gavi. Aangezien Messi helaas nog maar 83 is. Je ziet ook zijn statistieken wat minder worden. In de punt staat Deluveo weer, geflankeerd door Ansu Fati en Xavi Simons. Snelheid overal te vinden. Onze pool bij E. Wat grappig. Dit zou volgens mij in het echt helemaal niet kunnen. Leipzig en Salzburg. Allebei in handen van Red Bull. Dat, ja, heeft een luchtje van matchfixing. Oh, we hebben serieus een speler genomineerd voor de Ballon d'Or. Maar het is geen Gavi. Deluveo maakt kans naast Haaland, Valverde en Leao. Is het Deluveo? Ja, hij wint hem serieus. Oké, Deluveo. Beste speler van de wereld. Waar zijn deze kwaliteiten vandaan?
vandaan gekomen. Laatste wedstrijd tegen Sparta Praag 3-2. En dat zou zomaar eens nog een belangrijke 3 punten kunnen zijn. Want het ging allemaal niet vanzelf eerste in La Liga. Ook in de Champions League. Nee, tweede. Juventus tegen in de laatste 16. De Italianen gaan aanvallen, zo te zien. Met Vlahovic en Julian Alvarez voorin. Chiesa nog. En ze hebben Botman gekocht van Real Madrid, zo te zien. Oké, heel erg benieuwd. Wat wordt het 3-2 voor Barcelona? Messi komt van de bank en scoort. Juve, Barcelona niet verliezen. 2-1 voor Barça. De Lufeu. En na een rode kaart van McKenny was het ook wel klaar. Hey, weer. We krijgen Leipzig tegen nadat we ze al hadden gehad in de groepsfase. Hun aanvoerder is Verratti. Echt een transfer die ik nog in geen 1000 jaar zie gebeuren. Oh nee, 2-4. Wat? Laat het maar meteen zien. Kunnen we door? We zijn door. 0-3. Barcelona doet het. Deze had ik serieus niet aanzien komen. Inter is het in de halve finale. Wat wordt het? 3-2 Barcelona. Gavi in minuut 87. Topscorer in de Champions League. De Lufeu. Voor hem kan het echt niet op. Het succes blijft maar binnenstromen. Pino is de rechtsmidden. Gaat zo van Sesamstraat naar een halve finale Champions League. Het kan allemaal. Heel weinig kansen in de eerste helft. Hier komen de Nerazzurri. En Fabio Vieira mag doorlopen. Onana stopt. Voorzet van Pino. Cucurella niet. En Onana wel nog. Inter had echt geen geluk. Oh, en de kans buitenkant paal. Barella. En het is klaar. 0-0. Volgens mij hebben we geen kans gehad. Maar ja, een bus parkeren. Soms moet dat kunnen volgens mij. PSG wordt het. Ze wonnen op penalties de Fransen van AC Milan. Eerst nog heel kort kijken of we La Liga hebben gewonnen. Nee, tweede geworden. 4 punten achter Real Madrid. De Lufeu deze keer 32 goals. 24 keer Gavi. 20 doelpunten toch ook nog van Xavi Simons. Goed seizoen van hem. En de vraag is, zou er bij een van deze jongens misschien nog wel een doelpuntje bij kunnen komen? Wat zijn ze goed? Messi, ja, niet meer zo. 79 algemeen nog op zijn 39ste. 22 jaar oud, Gavi. 93 algemeen met echt waanzinnige statistieken. De Lufeu nog steeds 94 dribbelen. Xavi Simons 97 snelheid. De tegenstanders met Mbappé in de spits. Die daar nog steeds rondloopt. Achterin de aanvoerder Marquinhos. De trofee die je wilt winnen in je carrière als profvoetballer. Onana krijgt de eer van een hele grote tifo. Zo belangrijk was die in de halve finale tegen Inter. De fans weten dat. En aftrap in Noord-Londen. Wint Barcelona haar 6e Champions League of Paris Saint-Germain de eerste. We weten het. Binnen niet al te veel tijd. Ho, Nico, rustig aan jongen. Dat is ook een beetje de spanning. Xavi Simons. Weet niet wat spanning is. Gavi Gondor, maar prima. Oh. Een rode kaart voor Zener. Wie is dat überhaupt? Maar wat een rare beslissing. Een rode kaart. Lacroix van PSG gaat even op avontuur en levert de bal in. Xavi Simons. Simons mag door. Legt klaar. En het 1-0 voor Barça. Gavi scoort. Let even op Donnarumma. Die duikt vol tegen de paal aan. Zit de neus nog recht? Even checken. We blijven vechten. Sliding is goed. En door nu. Ansu Fati mag gaan. Onderweg naar een 2-0. Om te daarom heen. Het is klaar. 2-0. Toch nog even oppassen. Daar gaat hij dan, Mbappé. En het schot naast. Zijn wedstrijd is het ook zeker nog niet. Yes, we hebben hem. Barcelona wint de Champions League. En is de beste club van Europa. Hey, Barça wint hem. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze hier ook wat vindt. Klik hier.